Goedemorgen. Het is voor jullie nu 10 uur. Ja, het is voor hun nu 10 uur, toch? Dat weet ik niet. Het is hier 9:15 in ieder geval. Oh, nou. Oh, je hebt een microfoontje. Heel goed. Staat die andere ook aan? Ja. Nou, succes zou ik zeggen. Nou, dan ga ik naar boven toe, want ik wil jullie wat goede inspiratie geven. En met goede inspiratie bedoel ik, ik loop naar boven, mijn kamer is een puinhoop. Oh, er liggen hier kipnuggets. Dat ik gepakt was als ik honger kreeg. Mijn kamer is een beetje een rommeltje. En ik kon gisteravond niet slapen. Dus ik heb een lijstje gemaakt met wat ik vandaag allemaal moet doen. Hier is het lijstje. Yay! Die zit open. Dan pak ik mijn potlood. En dan ga ik hier doorstrepen. Dus inkleuren. Dan alle vliestekens plus knuffels bij de wasmachine leggen. Alice, die slaapt naast mij. Hier slaap ik. Dus ik ga even alle vliestekens pakken. Hier liggen nu alle vliestekentjes. En die ga ik bij de was leggen. Beddengoed afhalen en bij de wasmachine leggen. Dus dat is deze en mijn kussen. Dus die ga ik even afhalen. Ik heb hier nu die was. Mijn bed ziet er nu leeg uit. Ik ga dit nu in de was leggen. En ik was even iets sneller. Want ik heb hier de dekens gehangen. Alvast. Oh. En oh. Hier heb ik de dekens opgehangen. Het ziet er nu zo uit. Heel leeg. Nu heb ik beddengoed afhalen gedaan. Dekens over de deur hangen. Ja. Oké, nachtkastje opruimen. Dit is mijn nachtkastje. Ik heb hier mijn afstandsbediening voor mijn televisie. Daar. Die. Deze heb ik voor het licht. Daar. Ja, dat vooral. Dus ik ga dit en dat opruimen. En ook wat hierin zit. Dat is ook een troep. Yay, ik ga opruimen. Ik heb alles uitgezocht. Dit is wat ik wil hebben. Maar blijven hebben. Dit is wat ik weg doe. Dat is hier. Hier is een kastje. Dat is dit wat allemaal in de prullenbak mag. Hier heb ik belangrijke dingen in zitten, zoals mijn AirPod-hoesje, telefoon en lichtdingetje. Want als ik die kwijtraakt, dan maak ik de pin uit. Oh, ik zie hier nog even één armetje liggen. Dit is nu een soort van schoon. Ik denk dat ik hier eerst even de Swiffer doorheen haal. Dus hieronder ook. Dus ik haal het kastje even weg. Dan is dit wat je ziet. Ga ik hier even Swiffer overheen halen en dan dit allemaal terug indelen en een grote tas pakken voor alles wat ik weggeef. Mijn nachtkastje is gedaan. Even kijken. Hier heb ik dit. Dit is opgeruimd. Dit is opgeruimd. En dit is opgeruimd. Dan ga ik mijn schone kleren in de kast. Die liggen op mijn bureau. Dat ga ik nu doen. Maar eerst ga ik hem aanstrepen. Nu de schone kleren in de kast. Al mijn schone kleren zitten in de kast. De kast ga ik zo verder. Ik heb hier al mijn vuile kleding liggen. En die ga ik in de wasmachine doen. Ik bedoel in de wasmand. De vuile kleren die ik op dit moment kon vinden, die liggen in de was. Ik heb nu dit nog over. Nu gaan we naar het lijstje toe. We hebben al best veel dingen gedaan. Ik ga nu mijn bureau opruimen. Dit hoort bij mijn bed. Dat leg ik even bij mijn nog kleren die ik nog ga gebruiken. Ik heb hier een ring. Die ga ik ook zo even neerleggen. Ja, zo ga ik verder. Het is niet heel interessant. Maar ik heb wel één schaar en die zit aan elkaar vast.
krijg hem niet meer los. Mijn bureau is opgeruimd. We gaan nu verder naar... wij hebben strijkplank en wat er omheen zit opruimen. Wat een klus. Ik heb besloten om het strijkplankje weg te doen. Hier. En dan staan er ook nog allemaal andere dingetjes. Oh. En ik heb hier alles wat nog over is. Ik heb ook nog op mijn bed heel veel liggen. En we gaan nu verder naar de volgende. We gaan nu naar haar slash make-up kastje opruimen. Dat is deze. Ik ga die maar even opruimen. Dit is ook opgeruimd. Het duurde niet heel lang. Alleen borstels even netjes zetten en zo. Nu gaan we verder naar alles onder de kasten en bed opruimen. Hier heb ik het al gedaan. Hier onder kast. Weet ik niet. Moet ik nog wel wat dingetjes vandaan halen. En de kast daar ook. En dan laat ik even de grond zien. Bijna klaar. Het stinkt hier echt enorm, want ik heb wat gevonden. Hier. Oké. Echt super goor. Ik ga nu even iets meer uit de buurt staan. En dan ga ik even dit allemaal opruimen en de vuilnisbak gooien. En dit ook. En dan is mijn kamer gewoon bijna helemaal schoon en opgeruimd. Ik heb hier nog wat spulletjes liggen die ik nog moet opruimen. Of die nog weg moeten. Ligt hier allemaal zand. Want Alice slaapt hier natuurlijk ook. Ik moet nu nog het bed doen. En daarna ga ik naar het volgende toe. En dat is... de kratten uitzoeken. Dat zijn deze. Maar eerst maar even. Het bed. Bed leeg. Grond leeg. Zand daar. Wee. Het is nu tijd om de kratten uit te zoeken. Ik ga ze even van elkaar afhalen en hier neerleggen. En dan ben ik zo bij jullie terug. We hebben hier krat 1. Daar zit ook nog kleding bij en zo. En dit is krat... oh. En dit is krat 2. En daar zit allemaal troep in. Dus ik ga het even uitzoeken. De kratten zijn allemaal weg. Kijk, helemaal leeg. Auw. En ik heb hier de knuffels neergezet. Raast het nog steeds open. Het begint hier wel echt warm te worden. Ik ga het nu even aanstrepen dat ik het heb gedaan. En nu kleren uitzoeken plus zomerkleding pakken. Dus ik ga eerst de ik ga eerst spullen uitzoeken. Tadaa. En daarna ga ik de zomerkleding pakken. Oké, ik was echt super snel klaar. Oh, mijn ding is zo. Dit gaat allemaal naar beneden voor de winterkleding. Dit gaat naar het goede doel. Dit moet ik nog even opruimen. En hier zitten de spulletjes van Alice in. Want Alice slaapt hier natuurlijk ook. En dan heeft ze dit. Ik ga ook even een nieuw bot voor haar pakken. Zo. Ik ga even de zomerkleding pakken. En dan de winterkleding in vuilniszakken. En die dan weer in hetzelfde krat. Mijn zomerkleding en kleding die ik niet heel graag aantrek. Die zitten hier. Ik ga nu... deze winterkleding ga ik hierin doen. En trouwens, als je denkt van... Tessa, heb je nog helemaal geen trui meer in de zomer? Jawel. Jawel, mijn montertruien die zitten in de was. En die wil ik wel gewoon zo bij me houden. Dus ik ga dit in mijn kast leggen. En dat in vuilniszakken doen. En in het krat. Oh, het heeft even geduurd. Maar dan heb je ook wat. Mijn kamer is zo goed als klaar. Oké, alles van de grond. Nou ja... zo goed als alles van de grond. Dus dat is een rechterhand. Een check. Alle vieze kleren in de was. Ja. Alle troep bij... zo. Alle troep bij het vuilnis. Ja. Spullen die je niet gebruikt in een aparte tas. Ja, ik heb beneden kratten staan.
Oké, nu gaan we schoonmaken. Yes. Zo, het bedje van mij en van Alice is helemaal klaar. Ik ga nog even mijn moeder vragen of ze dit even om een deken heen wil doen. En ik denk niet dat ik mijn deken nog ga gebruiken. Maar het is gewoon altijd fijn om te hebben. Dan leg ik hem hier opgevouwen neer. Dus dat ga ik even vragen of ze dat even wil doen. En dan ben ik zo weer bij jullie. Vond je dit nou een leuke video? Laat vooral een duimpje achter omhoog. Vergeet niet te abonneren. En we zien jullie volgende week weer. Doei doei!